Voorzitter, bedankt. Voorzitter, we hebben geen mededelingen aan deze kant. Alles is bekend. Voorzitter, waarvoor ik uw aandacht vraag, twee punten van orde, is namelijk dat de ontwikkeling bij de financiële sector, met name de koersontwikkeling, voorzitter, ons enorm veel zorgen baart. En heel veel in dit land is afhankelijk van de koersontwikkeling. De prijzen van diensten, de prijzen van goederen, maar ook het leven van alledaags van de burger. Ja, maar wat is uw punt? Mijn punt is, voorzitter, dat ik u vraag om even te stoppen met deze vergadering en de regering te roepen, voorzitter, om te komen naar het parlement, voorzitter, en tekst en uitleg te geven, voorzitter, op deze materie, voorzitter. Het is erg belangrijk voor de samenleving. Maar de regering is aanwezig, maar ik ben helemaal eens met u. Die koersontwikkeling baart ons zorgen in het verlengde dat de ontwikkeling van de prijzen in de winkel. Dus ik ben helemaal eens met u dat we deze vergadering even gaan schorsen en de regering vragen om hier te komen ons uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. We moeten schorsen. Dit is een vrij serieuze zaak. Dus laat de regering, ik ga even in contact treden met de president en dan gaan we verder. Dank u wel.